Donald Trump opnieuw president van Amerika wordt, kan dat betekenen dat de steun voor Oekraïne stopt. Maar als Kamala Harris president wordt, betekent dat niet dat de Oekraïners meteen verheugd zullen zijn. Ze blijven voorzichtig, vermijden de grote euforie. Gaan we onder meer over praten met Floris Akkerman. Maar eerst naar het nieuws van vannacht. Floris, goedemorgen. Dag Bas, hallo. Ja, je bent onze Oost-Europa-verslaggever en maker van de BNR Perestroikast. Maar je bent nu in Oekraïne. Het laatste nieuws. Mm-hmm. Oekraïne heeft een aanval uitgevoerd in de regio Koersk in Rusland. En een dorpje Zuja ingenomen met nogal wat vuurkrachten. Met tanks en panzerwagens en vliegtuigen zagen we op beelden. Russen op de achterste benen, want Oekraïne valt Rusland aan. Hoe opvallend is dat? Wat heb je daarvan meegekregen? Nou, dat is zeker opvallend, ook omdat je... Iedereen is gericht op Oost-Oekraïne, waar Oekraïne langzaam maar zeker of toch wel terrein verliest. En dan komen ze opeens met een aanval op Russisch grondgebied. Ja. Nou, dat is te opvallen natuurlijk, hè, van waarom ga je daar aanvallen als je in de verdediging zit. Ten tweede, we hebben eerder aanvallen gezien vanuit Oekraïne op Russisch grondgebied. En dat waren vaak Russische legioenen. Russen zelf die vanuit Oekraïne aanvallen uitvoerden op Russisch grondgebied. Nu zie je dat Oekraïnse strijdkrachten een aanval hebben geopend op Russisch grondgebied en echt inderdaad gebied innemen. Dus dat en met ook uitgerust met materieel. Ja. Dus dat zijn twee opvallende zaken daaraan. En nu wordt er gespeculeerd over wat zit hier achter? Ja. Is de bedoeling van de Oekraïners om de troepen te verlichten in het oosten? Dat in Oost-Oekraïne, dat Rusland voor versterking moet gaan zorgen in de plek waar Oekraïne nu in het Russisch grondgebied zit. Mm-hmm. Proberen ze andere gebieden te verlichten. Er zou ook sprake zijn van dat de Oekraïners pijpleidingen proberen te bezetten. Dus het wordt nu heel erg, juist omdat die aanval zo onverwacht is, gespeculeerd of nagedacht van wat zit hierachter. Dat weten we dus nog niet. Amerikanen hebben dat ook inmiddels opgevraagd. Hè? Van jongens, hoe zit dat nou? Het Witte Huis heeft ook gezegd van we willen weten wat je doet. Nou, dat gaan we dan de komende uren hopelijk horen. Dan naar het andere, inderdaad. De steun aan Oekraïne. Hè? Als Trump het wordt, dan zal die steun voor een groot deel wegvallen. Maar als Harris het wordt, dan gaat het allemaal goed komen. Maar dat is niet helemaal waar dus. Nee. Bijvoorbeeld een adviseur van Zelensky die was daar heel gematigd over. Die liet zich ook niet uit over of Trump of Harris beter is voor Oekraïne. Zelensky heeft inmiddels wel gebeld met Trump om te kijken hoe ze eventueel voor een samenwerking in de toekomst gaan doen. Mm-hmm. Maar als je hier hoort van Oekraïners, die lopen niet over enthousiasme als Harris het wordt. Omdat ze zien dat ze verwachten dat Harris het beleid van Biden, het Oekraïne-beleid van Biden doortzet. En dat is toch een beetje geweest van gericht op niet op voorzichtigheid. Angst voor escalatie. Ze vinden dat Biden eigenlijk te weinig doet om Oekraïne echt die oorlog te laten winnen. En ze verwachten dus dat Harris datzelfde beleid gaat doorvoeren. Dat wil niet zeggen dat ze nu opeens denken van moet het Trump maar gaan worden. Daar hebben ze ook niet veel vertrouwen in. Maar ze kennen het politiek van Biden. En ze weten ook van dat kan soms haperen. Er zijn hulppakketten, komen al niet altijd door. De Amerikanen hebben zelf gezegd tegen Oekraïne, val niet aan op Russisch grondgebied met onze wapens. Dus dat is ook een verbod dat is opgelegd door Washington. Dus daar zijn de Oekraïners lang niet altijd blij mee. Maar dat soort oekases of maatregelen vanuit Washington op Oekraïne. Dan eventjes naar het verhaal. Jij bent nu in Lviv, in het westen van Oekraïne. Daar was op een gegeven moment waren er ook aanvallen. Hè? Wat merk je daar nu van de oorlog? Is het daar nog een oorlogsgebied of is het inmiddels daar weer wat rustiger? Het is hier wel wat rustiger. Als in zin vannacht ging wel het luchtalarm af. Maar tot nu toe afgelopen week ook een paar keer. Maar dan is Lviv blijft buiten schot. Ja. Nou, wat je hier vooral merkt is niet zozeer de oorlog zelf. Dat wordt gevochten. Maar wat je wel ziet is dat hier zijn in Lviv en ook in dorpen omheen zijn elke dag begrafenissen van soldaten. En dat gaat gewoon met een hele ceremonie van de kerk. Met een kolonne die dan volgens over straat in Lviv naar de begrafenis rijdt. En dan knielen de mensen op straat en die huilen voor de soldaten die in auto's worden vervoerd naar de begraafplaats. En dan zie je ook in andere dorpen dat daar ze hun jongens moeten begraven. Dus die oorlog komt zie je hier niet daadwerkelijk losgaan. Maar je ziet wel de gevolgen ervan ook
Hier in de buurt zit ook een centrum waar soldaten revalideren. En ja, met geen benen meer in een rolstoel zitten. Of proberen met protheses weer hun leven op te pakken. En dat is waarschijnlijk ook dat zij die soldaten die een arm missen of een hand missen. Of meer dan dat. Dit gaat waarschijnlijk ook de toekomst worden van Oekraïne. Dat je op straatbeeld zie je mensen met protheses rondlopen. Of geamputeerd ledematen. Dat is het toekomstbeeld van Oekraïne in de maatschappij. Dan, als je naar die maatschappij zelf kijkt, hè, je beschrijft nu even wat je ziet over de gevolgen van die oorlog. Is er niet onder Oekraïners een bepaalde oorlogsmoeheid aan het ontstaan? Dat ze denken, nou, we willen er vanaf, het is klaar geweest. Nou, natuurlijk is er moeheid in de zin van, jongens die sneuvelen. Zonder benen terug, Je hebt kans op stroomuitval natuurlijk. Hè. Rusland valt altijd de energieinfrastructuur aan. Dus ja, dat weegt allemaal zwaar natuurlijk. Hè. Ook in Lviv, waar natuurlijk geen directe oorlog is, maar je krijgt wel te maken met stroomuitval. En natuurlijk is er dan de wens onder Oekraïners, lang niet de meerderheid hoor. Maar die zijn ongetwijfeld, laten we stoppen, laten we onderhandelen. Maar dan wel op Oekraïnse voorwaarden. En dat is natuurlijk de discussie van, wat ga je doen met die grondgebieden die nu in Russische handen zijn? Ga je die afstaan? Of welke grenzen ga je terug? En er is ook een discussie als mensen al überhaupt over Oekraïne of over onderhandelingen praten. Van waar zijn onze jongens voor gestorven als we nu een punt achter willen zetten? Dus ja, onderhandeling is één ding, maar het tweede is, hoe ga je die onderhandelingen aanvliegen? Wat ga je er, voor welke prijs ga je ervoor betalen? En dat is natuurlijk ook waar Oekraïners zich het hoofd over buigen, als er überhaupt over onderhandelingen, als het tot onderhandelingen moet komen. Ja, duidelijk. Dankjewel. Floris Akkerman, Oost-Europa-verslaggever en maker van de BNR Perestroikast.